Hallo lieve mensen, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Manon en ik maak video's over leven met een beperking. Vandaag gaan Stijn en ik op vakantie naar Limburg. We gaan heerlijk een beetje logeren in Heerlen. We zijn heel erg toe aan rust en even tijd voor elkaar. Maar ik vind het natuurlijk wel super leuk om jullie mee op pad te nemen. Dus laten we snel gaan. Aangekomen in het hotel. Wij logeren de komende 10 dagen bij Van der Valk in Heerlen. Stijn is nu even de spullen uit de auto halen. We kunnen heel dicht bij de kamer parkeren op een speciale invalide parkeerplaats. Dus dat is heel erg fijn. En ik dacht, laat ik gelijk even een roomtour opnemen om jullie de kamer te laten zien en de aanpassingen. Achter mij zie je de toegangsdeur naar de hotelkamer en de kledingkast. En als je verder de kamer ingaat, zie je dit. We zitten aan de tuin met een heel mooi uitzicht. En hier is het bed. Het zijn hele hoge bedden. Van die heerlijke boxsprings, maar wel heel hoog. Dus Stijn mag mij iedere avond in bed tillen, denk ik. Want daar kom ik zelf nooit op. Het is allemaal echt super ruim. En dit is ons uitzicht. Het is wel heerlijk dat we lekker overdekt buiten kunnen zitten. Kan ik lekker een boekje lezen. Hier naast de deur hebben we ook mooi een plek om mijn elektrische rolstoel neer te zetten. Want ik heb beide rolstoelen bij me. Maar daar is ruimte genoeg voor. Dit is onze badkamer. We hebben hier het toilet met twee beugels. De beugels zijn wel een beetje kort. En hier de douche met een stoeltje. En het is super ruim. En hier de wastafel. Die is een beetje aan de hoge kant, maar dat komt wel goed voor mij. En hier een bad. Super fijn. Ik weet niet of ik in bad ga. Ik doe dat eigenlijk nooit. Maar omdat we hier toch 10 dagen zijn, is het misschien wel leuk om een keertje te doen. Maar in deze kamer vermaken wij ons de komende 10 dagen wel. En er is hier in de buurt heel veel leuks te doen. Dus ik heb heel veel zin om jullie mee op pad te nemen. Vanavond eten we gewoon in het hotel. Dan doen we even rustig aan. En morgen lekker de buurt verkennen. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en onze eerste echte vakantiedag. Oh yeah. We staan hier bij een heel mooi park naast het hotel en daar kan je super mooie wandelingen maken. Dus ik ben wel heel benieuwd wat daar allemaal te zien is, dus dat gaan we nu doen. Hele grote slak. Lekker aan een koffietje. Met een stukje bruine lijm. Hallo lieve mensen, het is een nieuwe dag vandaag en het is helaas niet zo lekker weer. Het is best wel fris en er is geen zon, maar wij hebben besloten om even hier naar in te gaan. Als het goed is zijn de winkels open,
Dus we gaan gewoon een middagje shoppen. Ik weet niet of het gehoord, maar het heet lekker door. Ja, het heet het heel hard. We zaten net in de zon, maar we zijn er binnen thuis. Ja. Hier gaan we eten. Kijk hoe mooi dit uitzicht is. Kijk zo over Heerlen. En in de verte zie je mooie heuvels. Heel graag. Goedemorgen. Het is vandaag maandag. Gisteren hebben we een hele leuke dag gehad. Mm-hmm. We hebben lekker gewinkeld. En volgens mij hebben jullie alleen maar beelden gezien van eten. Het lijkt net alsof we niks anders doen op vakantie. Vandaag gaan we naar het Drielandenpunt in Waals. Dus vandaag hebben we hopelijk iets meer actie. We gaan zien. We zijn bij het Drielandenpunt en de weg hier naartoe was heel erg heuvelachtig. Heel mooi. En ik ben zo benieuwd, want ik ben hier dus nog nooit geweest. Als het goed is, is er dus ook een lift, dus kunnen wij ook naar boven. Eén op de lift. 55 metertjes. Niet te veel over nadenken, gewoon hier staan. En verder kijken, het uitzicht is heel mooi. Maar niet naar beneden kijken. Je kan nog hoger, maar daarvoor moet je de trap, dus dan neem ik jullie mee. Vermaak je een beetje? Iedereen doet het eng. Goedemorgen lieve mensen, het is vandaag woensdag. En gisteren hebben we niet gevlogd. We hebben lekker even een dagje rustig aangedaan. Vandaag gaan we weer op pad. Vandaag wordt een super leuke dag. We gaan vandaag namelijk naar Gaia Zoo, de dierentuin hier in Kerkrade. En het leuke is, mijn broertje en zijn vriendin, die zitten hier ook in Limburg op een camping. En die komen ook gezellig naar de dierentuin. Laten we snel gaan. Nou, we zijn er. We staan op de invalide parkeerplaats. Het is super druk hier op de parkeerplaats, dus ik ben heel benieuwd. Maar ik heb er wel heel veel zin in. Ik ben hier 2 jaar geleden ook al een keer geweest voor de zonnebloem. Maar ik vind dit echt de leukste dierentuin van Nederland. We hebben de kaartjes. Ja. Yeah. En begeleider van de rolstoelen mag gratis. Dus dat is mooi meegenomen. Zeker. Volgens mij is dit een beeld dat je moet voelen. Dus dan is het van een muskusos. En dan, dat staat hieronder. Ja, zijn oren. En zijn ogen. En zijn baard. Mm. Maar ik vind dat wel cool. Ja, coole toevoeging. Mm-hmm.
hier binnen kunnen we allemaal dingen voelen. Het zit natuurlijk allemaal heel raar voor mijn kinderen, maar het is ook heel handig voor mij. Kan er goed bij? Ja. En wat voelde dit? Gewei of strijdtanden? Wat is het? Hummelgewei van de D. Kijk. Varkentjes lekker in de modder. Moet je ook even een bordje komen ons, hè? Ja. Het smaakt met allemaal. Jambie. Burger. Het smaakt leuk. Hallo lieve mensen, het is vandaag donderdag en wij staan hier bij de Brunsummerheide, toch Stijn? En gisteren hebben we een super leuke dag gehad in Gaia Zoo, echt een super toegankelijke dierentuin. Ja, ik ben echt fan, maar vandaag doen we het lekker rustig aan. We hebben dus de Brunsummerheide opgezocht. De reviews over de roze toegankelijkheid op Google zijn niet super goed. Maar er schijnt wel een speciaal rolstoelpad te zijn. Dus dat wil ik heel graag zelf ondervinden en uittesten. We staan hier bij de plattegrond. Je ziet daar helemaal bovenaan de oranje route. En die is dus rolstoel toegankelijk. En op de kaart zijn er een paar stipjes. Een heel klein rondje. We zijn een beetje afgeweken van de rolstoelroute, want ik wilde dit mooie uitzicht natuurlijk niet missen. Dit is dus niet het rolstoelpad, maar op zich is dit ook wel te doen met de elektrische rolstoel. Oké, misschien is op het rolstoelpad blijven wel het beste idee. Denk je? Het beste idee. Ik mocht je er net losduwen. Ja. Spannend, maar ja, op want, een helling. We waren dus even afgeweken, maar ik graafde me een beetje in. Ja. Dus we gaan nu verstandig doen en gewoon weer terug naar het rolstoelpad. Verstandig is helemaal niet leuk. Nee. Dit is het officiële rolstoelpad. En met de elektrische rolstoel is dit prima te doen. Maar met een hand bewogen wordt het al een stuk lastiger. En bevalt het een beetje, schatje? Ja, je moet wel toegeven dat de rolstoelroute heel divers is. Want het gaat echt langs mooie uitzichten, maar ook door het bos heen. En ook boomstronken en brede paden, smalle paden, hobbelige paden. Het gaat lekker heen en weer. Het is echt van alles wat. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en wij staan weer op het punt om op pad te gaan. We willen vandaag een bezoek brengen aan Valkenburg. Deze plaats is natuurlijk keihard getroffen door de overstromingen de afgelopen maand. En het leek ons mooi om ze een beetje te sponsoren bij het herstel van de plaats. En het is nog steeds super lekker weer! Zo lekker. We zijn nu weer op weg naar beneden. Want we stonden er net bij een paar grotten die helaas of niet rolstoel toegankelijk waren. Of die al vol zaten.
Dus we gaan nu eerst even het centrum van Valkenburg verkennen. Daar gaan we meedoen. Lijkt het je wel leuk om onder de grond te gaan? Ja, ik ben benieuwd. Cool. En hij is rolstoel toegankelijk. Het Merkel werd heel veel in de buurt gebruikt. Voor het kasteel, ja, de kerken, huizen, noem maar op. Wat vind je ervan? Ja, interessant. Ik ook, wat super boeiend. Ja, ja zeker. Heel goed verteld met hem. Ja, ze wisten er heel veel van af. Ja. Maar ik heb het wel koud. Nou, dan gaan we snel de zon opzoeken. Goedemorgen, wij hebben zometeen een tijdslot gereserveerd hier in het zwembad in het hotel. Om even lekker te gaan zwemmen. En ik heb daarvoor een heel handig hulpmiddel wat ik even aan jullie wil laten zien. Het is de Able Dry. Het product is ontwikkeld door een vriend van ons in Engeland. En ik wil het even aan jullie laten zien. Het lijkt op een hele grote badhanddoek die in de rolstoel ligt. Er zijn twee varianten. Eentje voor de elektrische rolstoel met dus een langer gedeelte voor de rugleuning. En ook een model voor een handbogen rolstoel. De handdoek heeft dus hieronder een anti-slip bodem. En hij is helemaal waterdicht. En vooral dat waterdichte vind ik super handig. Want altijd als ik met mijn natte bikini of badpak in een rolstoel ga zitten op een normale handdoek, is de zitting dus nat. En hij heeft van die flappen voor over de armleuningen heen. Dus je hele rolstoel blijft helemaal droog. Ik vind dit dus echt een top uitvinding. En ik ben heel benieuwd of het gaat werken. Dat gaan we zo meteen uitproberen. En je kunt de Able Dry ook heel makkelijk weer inpakken. Zodat je hem makkelijk mee kunt nemen in je koffer. Dus dat is echt ideaal. En je kunt hem dus niet alleen gebruiken voor het zwemmen, maar eigenlijk alle situaties waarin je over moet stappen in je eigen rolstoel wanneer je nat bent, daar kun je hem voor gebruiken. Nou, ik zit nu in de elektrische rolstoel in de Able Dry en ik heb mijn badpak al aan, dus let's go naar het zwembad! Nou, wat vindt u ervan? Lekker. Ja, het lekker dobberen? Ja, het is wel handig om hierheen en hier voor mij. Het hangt er goed bij. Ja, want ik ben een beetje klein. Op naar het bubbelbad. Ik heb even opgefrist en ik zou hierbij nog even vertellen wat ik van de Able Dry vond. Ik vind het echt een super uitvinding. Mijn elektrische rolstoel is nu nog helemaal droog, dus hij heeft zijn werk goed gedaan. Alleen de anti-slip vond ik iets minder goed werken, want ik schuif best wel veel als ik de transfers maak. En dan merkte ik dat de Able Dry toch wel snel meeschoof. Maar ja, voor mij is het waterdichte het allerbelangrijkste. En ik vind het heel fijn dat de handdoek de vorm heeft van de rolstoel. Dus mijn rolstoel blijft heel goed bedekt en droog. En ja, dat vind ik het allerbelangrijkste.
Dus ik vind het wel een goede toevoeging die ik zeker standaard in mijn koffer zou stoppen wanneer ik op vakantie ga. En wil je nou meer informatie over de Able Dry? Kijk dan even op de social media, die laat ik hier in beeld verschijnen. Of stuur een e-mail met jouw vraag en dan gaan we die beantwoorden. Wat zie je er mooi uit? Ja, jij. Ja. Nu gaan Stijn en ik samen weer even naar het centrum en dan uit eten voor onze laatste avond. Gezellig. Dan. Waar dan? Dat ziet er super lekker uit. Eet smakelijk. Het ziet er allemaal zo lekker uit. Ho, 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 ho. Zo lekker gegeten. Dat is zo goed restaurant. En tijdens onze vakanties doen Stijn en ik altijd een top 3 of top 5 van de beste restaurants van die vakantie. En deze heeft al een hele hoge plek. Dat denk ik wel, ja. Goedemorgen, het is vandaag maandag en wij hebben alle spullen weer ingepakt en we zijn klaar om naar huis te gaan. Wij hebben echt een heerlijke vakantie gehad. We hebben heel veel gedaan en misschien hadden we iets meer kunnen uitrusten. Maar we hebben wel heel veel quality time gehad. En dat was sowieso heel fijn. En Zuid-Limburg is echt super mooi. We hebben nu al een lijstje gemaakt van dingen die we de volgende keer willen doen. Want er is echt genoeg te doen. Maar het hotel was ook heel prettig. De aanpassingen waren niet optimaal, maar we hebben ons goed kunnen redden. Maar het rustige hotel en alle faciliteiten zoals het zwembad en het restaurant, dat compenseert het weer voor mij. Dus al met al hebben we een hele fijne vakantie gehad. Bij deze wil ik de video ook afsluiten. Laat hieronder in een reactie weten wat je van de video vond. En doe ik even een duimpje omhoog en abonneer je op mijn YouTube kanaal. Als je dat nog niet gedaan hebt, dan blijf je op de hoogte van al mijn andere video's. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende video weer. Dankjewel voor het kijken. Doei doei!